Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend komt er veel bewolking voor en een gebied met regen trekt van west naar oost over het land. Vanmiddag breekt de zon weer door vanuit het westen. In het binnenland kan dan misschien nog een enkele bui voorkomen, maar op de meeste plaatsen wordt het droog. Uiteindelijk stijgt de temperatuur naar zo'n 20 graden aan de kust en 21 tot 23 graden verder in het binnenland. De wind draait naar het noordwesten en waait overwegend matig kracht 3 of 4. Vanavond is het ook overal droog, er komen opklaringen voor. En halverwege de avond is het afgekoeld naar ongeveer 18 graden. De morgen ziet het er eerst redelijk uit, de zon schijnt behoorlijk. Maar in de middag neemt de bewolking vanuit het westen flink toe. En dan trekt er een zwakke storing over het land met lokaal een enkele bui. Het wordt 23 tot 25 graden en er waait een vrij stevige en vlagerige Zuidwestenwind. Op maandag wordt het al ietsje wisselvalliger, er vallen een paar buien, maar er is ook nog geregeld zon bij een graad of 22. Vanaf dinsdag is het onbestendig en koel cool zomerweer. De middagtemperatuur ligt rond 18 graden. Er vallen geregeld buien, soms flinke exemplaren. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.